Helemaal leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van Johan 150502. En ik ga Sturt Little 3 spelen. En we beginnen eraan. Met de eerste episode. Oei. Oh nee! Ik ga zien op daar luisteren. Stoppen! Ja hoor. Ai, hij vliegt! Hoi, nu sneeuwbal. Kijk uit, man. Ha. Ik zie niks. Dat is beter. Hoi, hij vliegt nog steeds. Ai ai. Oeh. Hij is neergestort. Oh jeetje, niet weer. Oh nee! Hoi, foto op hem. Hey Stuart, gaat het een beetje? Ik denk van wel, George, maar er is een probleem. Oh nee, het fotoalbum voor mijn schoolproject. Helemaal verpest. Het spijt me zo, George. Luister, vogels vliegen, muizen niet. Wanneer leer je het nou? Het is oké, Stuart. Ik neem ze gewoon allemaal opnieuw. Nee, nee, dat hoeft niet. Het is mijn fout en ik maak het goed. Ik ga al je foto's opnieuw nemen. Oh, maar wij gaan je helpen, toch, Sneeuwbal? Ja, ja. Als het wat schuift. Goed, we beginnen daar zijn we, in de tuin. De plek waar jij begint met het nemen van die foto's. Sommige zijn heel erg makkelijk en andere... Ik ga misschien niet hetzelfde doen zoals ik het in het verleden heb gedaan. Zoals het begin. Foto's nodig om het begin helemaal opnieuw. En zodra je er genoeg hebt, kan ik je meenemen naar andere plekken in de buurt. Om een foto te kunnen nemen, moet je de flits op het fototoestel opladen. Stroom heb je in twee maten. Kleine vonkjes en grote ladingen. Verzamel er genoeg en je krijgt flitsen voor je fototoestel. Om alvast een beetje warm te draaien, kan ik je wel helpen met je eerste foto. Want je eerste foto wordt van mij. Om deze foto te nemen, moet je naar de fotocirkel daar ginds gaan. Verzamel de vonken en ladingen die je onderweg vindt om je fototoestel op te laden. Ga jij dat doen? Dan kan ik even tot rust komen. Hoi. Oké, nu kun je je fototoestel omhoog, omlaag, naar links en naar rechts bewegen, totdat je een perfect plaatje hebt. Ik ga je wel even door deze eerste foto heen praten. Aardig van me, hè? Zo, ja, druk op X om de foto te nemen. Goed, we hebben onze eerste foto. Geweldig! Nou, dat is altijd de eerste. Wauw, indrukwekkend. Mijn waardering voor je is gestegen. Een klein beetje. Ja, nu is dat bezig met opslaan. Snel, laten we de volgende foto maken. Ik wil gaan lunchen. Ja, die wordt... Dit is een vogel die uit een van die hangende voerdingen in de tuin eet. Wist je dat ik dat spul wel eens geprobeerd heb? Maar het smaakt me veel te gezond. Om je nog meer te helpen, is er zelfs een radar. Hierop kun je zien waar je naartoe moet als je een hint krijgt. Op dit moment wijst die naar het vogelvoer aan de muur. Denk eraan, als het je niet lukt om een foto te nemen, dan kun je gewoon het boek openen en een nieuwe kiezen. Dan geef ik je een hint. Margalos zal je ook helpen. En ik hou wel een oogje op je voor het geval je me nodig hebt. Deze kat vernietigt zichzelf over 5 seconden. Oh. Heintje, nou kom op, aan Allee, de slag. We gaan eraan beginnen. Eerst de kattenkoekjes laten. Nu al terug. Wat heb je deze keer nodig? Geef mij een koekje. Geef maar. Daar heb je er eentje. Hier is er een. Ga ze alle 6 aan jullie tonen. Als ik een kattenkoekje was. Waar zou ik me dan verstoppen?
Dat doe ik altijd als ik bij het begin van een nieuw gebied ben. Dan heb ik de eerst aan jullie komen. Ik geloof dat ik er hier een heb gezien. Die kan ik van hier af nog ruiken. Oh, ik proef hem nu al. Kattenkoekje, ahoy, kom bij papa. Ah, dat waren ze alle zes. Dit gezet en geloop is echt vermoeiend, weet je. Ja, daar heb je de eerste. Yay, een kattenkoekje. Dan ga ik nu nummer 2 pakken. Woehoe, een kattenkoekje. Nu zou ik het wel toenemen. Leuk om eens iemand anders dan sneeuwbal van eten te zien genieten. Het is me gelukt! Nou, je hebt weer een foto. Ik ben een geboren regisseur. Oké, eens kijken welke foto je nu moet nemen. Nee. Tappie. Deze wordt het niet. Je hebt dus hulp nodig met de foto's, hè? Oké, laten we het boek openen. Deze. Stuntfoto. Oké, kies een foto. Dat is een van je stuntfoto's. Je moet met je quad naar deze baan gaan en zo snel mogelijk rijden om de stunt te kunnen uitvoeren. George neemt de foto voor je als het je lukt. Zorg er wel eerst voor dat het raam open is. Je kunt je boog gebruiken om op de grendel te schieten. Als hij niet open is voor je de stunt doet, dan ben je zo plat als een dubbeltje. Kom maar terug als je meer hulp nodig hebt, dat duurt vast niet lang. Ik moet die nagels nog steeds aan hiervoor. Volgens mij. Yeeha! Nu ga ik met een kwad pakken. Nog een foto? Je hebt niet echt haast, hè? Ine mine koetje boel, welke foto gaan we doen? Nee, die gaan we niet doen. Nee, foto's, hè? Laten we het boek openen. De deze. Kies een foto, dan vertel ik wat ik weet. Dat is het wildweststadje van George in de kelder. Om daarin te komen heb je mijn hulp nodig en ik heb honger. Als je genoeg kattenkoekjes kunt vinden in de tuin, dan open ik de weg naar de kelder voor je. Als je binnen bent, moet je de schakelaar vinden om het licht in het stadje aan te doen. Allee, dan gaan we even kattenkoekjes voor sneeuwbal zoeken. Als je zeker weet dat je niets anders nodig hebt. Oké, dan zitten we dus in de
Dan pakken we hier een tang. Maar dat hebben we nodig voor het volgende kattenkoekje. Kattenkoekje en we kunnen naar sneeuwbal. Jaaahoe! Dat is goed. We kunnen nu naar sneeuwbal. Nu nog wat nemen. Kom je mijn machtige intellect weer? Nou, je hebt me goed gevoerd. Laten we gaan. Ja. Nu gaat sneeuwbal van verstuurd zo dat het vent in de kelder open gaat. Zo, daar zijn we dan. Voilà, we kunnen erin. Bedankt, sneeuwbal! Voor het zien in de kelder zien jullie in de volgende episode. Zo, dat was. Iedereen bedankt voor het kijken en tot de volgende keer maar weer. Later!